ja, op het gevaar af dat ik als een kluizenaar overkom die in enorme puinhopen leeft. Dat is niet waar, maar ik koop zo af en toe een apparaat. Dus ik heb hier een Blu-ray speler en dan heb ik het UPC kastje en dan heb ik het audiosysteem van en dan heb ik hier een DVD opnamespeler, die heb ik hier nog een keer. Dan heb ik daar een MD speler en een stereo versterker, dan heb ik daar nog een cassette recorder en vervolgens staan hier dan nog een videorecorder en een dit is heel erg, dit is een machine waar kan je bijna niet zien, maar daar kan je cd'tjes op kopiëren. En dat heb ik allemaal steeds maar aangesloten en op een gegeven moment past het ook niet meer in de, nou ja, dit is een stofbende hier van hier tot Tokio, maar dat zal wel iedereen wel zo zijn. En dan is er nog een netwerkkastje en dan heb ik nog een klein laptopje met een PSP speler en de televisie heb ik ook al uit de kast gehaald. Maar het punt is dat het allemaal niet meer in het kastje terecht kwam. En ik was nu intussen bezig om voor de kast een stapel apparaten neer te zetten. Wat natuurlijk niet helemaal gezond is. Maar nu ben ik bezig en steeds heb ik dat dan aangesloten. Maar hier is dus echt een kabelchaos ontstaan. Moet je kijken, dit is echt, dit hangt aan elkaar. Dit is natuurlijk vragen om kortsluitingen. En om geëlektrocuteerd te worden. Want er staan, ik bedoel, ik heb overal ook boxen met daarboven dan weer andere boxjes. En hier box, en hier staat hier een box. Dan staan de basbox, maar dan staat er daar ook weer een box. Dus er moet orde in komen. Nou, ik ben bezig om het op te geven. En dan, dat is eigenlijk altijd het moment waarop ik een filmpje aan het maken ben. Ik vind ook heel veel kabeltjes die nooit los zijn geweest, dus waarvan ik ook niet weet wat ik daar dan weer mee moet. Maar goed, dus, en ik ben het ook aan het afstoffen. Alles ziet er nu weer helemaal keurig uit, staat hier allemaal prachtig opgesteld. Maar nu is het erger, ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... afstandsbedieningen. Ik, weet je, oh, ik ga ze even naast elkaar leggen, kijken hoe dat eruit ziet. Dus dit is echt vreselijk. Chaos knopjes. Ik denk wel dat je hier met deze knopjes kan je de Lunar Module op de maan laten landen. Dat geloof ik wel. Oh god.